Zeg je dat jullie verliezen met 2-1 van IJsland? Waar ontbrak het aan vandaag? Nou, we beginnen in de eerste helft, was het eerst even zoekende. Maar daarna pakken we het goed op en komen we op 1 of 0-1 voor. Dus toen hadden we ook wat meer de controle en konden we ook de vrije man vinden. Alleen in de tweede helft zie je gewoon dat zij nog agressieve druk zetten vooruit. Nog hoger op, zeg maar. Ook momenten dat ze nog wel onze ruimte geven om te spelen. Alleen we kunnen niet meer de vrije man vinden en sterk aan de bal zijn om vervolgens weer ons spel te spelen. Dus de tweede helft moeten we weer dingen uithalen wat we mee kunnen nemen naar de volgende wedstrijd. Want dat is ook een fysieke ploeg. Natuurlijk wel allemaal grote meiden waren het vandaag. Maar goed, dan moeten wij ook zorgen dat wij sterk aan de bal zijn. Die bal laten gaan juist in plaats van in de duels te komen waar zij goed te zijn en wat zij graag willen. Dus kijk naar doelpunten 1-0. Eerste schot op goal was gelijk raak. Kun je het doelpunt nog terughalen? Ja, ik kreeg hem geloof ik van de zijkant van Daantje in het midden. En toen zag ik de keepster, ik nam hem aan en ik keek naar het doel. En ik zag haar een beetje ervoor staan. Nou, toen denk ik, ik probeerde het om hem over haar heen te schieten. En dat ging goed. Juist na dat doelpunt hadden jullie volgens mij jullie beste fase. Kwam dat puur door dat doelpunt of gingen jullie ook iets anders staan op dat moment? Nou, natuurlijk, als je 0-1 voorkomt, heb je natuurlijk wel iets meer rust. En misschien dat we met z'n allen iets meer meededen. En iets meer twee pasjes links, pasjes rechts. Dat je toch aanspeelbaar bent. Dat dat je elkaar nog makkelijker maakt. En tweede helft zie je toch dat iets minder gebeurt. Dus daar moeten we weer mee aan de slag. Tot slot, voetbal in een hal. Hoe is dat? Ja, kijk, ik ben het gewend bij LSK. Dus ik vond het niet zo heel erg. Ik geen wind, dus dat is wel lekker. Maar buitenlucht is toch wel het lekkerst. Woensdag, buitenlucht. Precies, daar gaan we voor. En dan gaan we hopelijk voor de 3 punten.